Rebel Racing gaat volgende aanval tijdens het raceweekend in Australië, zo lijkt het. De Oostenrijkse renstal komt na fluit met een sterk verbeterde RB18 na het circuit van Albert Park. Niet alleen zou de auto ruim 7 kilogram aan gewicht hebben verloren, maar ook is er een nieuwe achtervleugel ontworpen. Rebel Racing lijkt de langslepende titelstrijd van 2021 prima hebben weten te combineren met de ontwikkeling van de auto voor dit jaar. Er klonken kort geleden nog wel wat zorgen dat Rebel zich wellicht te veel gefocust zal hebben op het winnen van het kampioenschap van vorig jaar. Maar ja, niets lijkt meer de waar te zijn. Sinds de start van het 2022 seizoen behoort Rebel namelijk tot een van de sterkere teams van het veld. Enkel Ferrari lijkt dit niveau te kunnen evenaren om ook de Italiaanse Renstal van zich af te schudden. Komt Rebel met een update voor dit weekend? Meldt Erik van Haren. Op Twitter laat de journalist van De Telegraaf weten dat Rebel een nieuwe achtervleugel introduceert in Australië. Mercedes had dit ook willen doen, maar zij moeten nog even geduld hebben. En het wordt opletten voor het team van Haas, want Mick Schumacher en Kevin Magnussen moeten na de harde klappen van Mick in Saoedi-Arabië oppassen met de auto's. Want Haas kan in Melbourne namelijk niet beschikken over een reservechassis. Na de flinke klap van Schumacher en Jeddah kon hij zondag ook niet aan de start van de race verschijnen, omdat de Amerikaanse renstal zo vroeg in het seizoen ja, toch wel moet opletten op het aantal onderdelen. In Australië kunnen beide wagens uiteraard wel weer aan de start verschijnen, mits er niks geks gebeurt tijdens de vrije trainingen of de kwalificatie omdat de Formule 1 aan het begin van een nieuw tijdperk staat, zijn teams nog bezig om onderdelen te verzamelen tijdens het produceren van upgrades. En ja, dat betekent dat reserveonderdelen op dit moment tot een minimum zijn beperkt. Teambaas Steiner vertelt hoe het zit. De situatie met reserveonderdelen is zoals verwacht tijdens race nummer 2 na een gigantische crash. Ja, we hebben alle onderdelen, maar geen reserves. Reserves chassis hebben we hier niet omdat we het hebben teruggestuurd naar Europa om het klaar te krijgen voor IMOLA. Overigens maakt de teambaas het duidelijk dat er verder geen andere aanpak gaat zijn vanwege het ontbreken van het reservechassis. Je kunt het weekend niet anders benaderen. De coureurs zijn zich bewust van de situatie. Er is geen reservechassis en dat gebeurt soms. Ik ben niet in paniek. Als er iets gebeurt, zullen we ermee moeten omgaan. Je kunt niet zeggen dat je voorzichtig of langzaam moet rijden. Dat slaat nergens op. Neem gewoon geen onnodige risico's als het niet hoeft. Al dus, Gunter Steinen. Pakken we nog even de tijdschema erbij. Wie alle sessies live wil volgen, zal er vroeg bij moeten zijn want het weekend wordt morgen afgetrapt met de eerste vrije training om 5 uur in de ochtend. De tweede oefensessie volgt om 8 uur. Zaterdag 9 april begint om 5 uur de derde en laatste vrije training. De kwalificatie wordt dan om 8 uur in de ochtend verreden. Op zondag 10 april is het om 7 uur in de ochtendtijd voor de Grand Prix van Australië. Was hem dan het gp nieuws van de donderdag. Ga jij morgenochtend vroeg uit je bed om de vrije trainingen te kijken? Laat het weten in de comments hieronder. En dan zie ik je morgen weer bij een gloednieuwe video hier op GP-fans. Hoi!